Aan tafel dus de twee gouden medaillewinnaars van de afgelopen Paralympische Winterspelen. Bibian Mentel en Jeroen Kampscheur. Drie keer goud. En Bibian, Jeroen, we kennen jou nog minder goed. Omdat Bibian natuurlijk al langer in de sport zit. En ook een bijzonder levensverhaal heeft te vertellen. Ook hier aan tafel. Dus we leefden ook met jou zeer en zeer mee. Het was maar zeer de vraag of er iets van kwam. Je was al dolblij dat je kon gaan. Klopt, dat je op de snowboard kon gaan staan. Het maakte je ook allemaal eigenlijk geen bal meer uit. En ziet twee keer goud. Ja. Ja, nee, helemaal fantastisch. Heb je ons in de maling genomen? Nee. Heb je uiteindelijk toch een rookgordijn opgetrokken? Nee. Wat is het? Nee, ik heb de schaarse weken dat ik aan voorbereiding had, heb ik heel effectief kunnen inzetten eigenlijk. En vooral op gewoon de periode dat ik moest snowboarden. Ik bedoel, onze runs duren ongeveer een minuut, anderhalf minuut. Mm-hmm. En ik heb alles ingezet op die anderhalf minuut. Dus het had ook geen vijf minuten moeten duren, want dan had ik het waarschijnlijk niet volgehouden. Mm-hmm. Maar ik heb de drie weken sneeuwtraining die ik gehad heb, heb ik heel effectief ingezet. En ja, ik voelde me gewoon heel erg vertrouwd op mijn board. En mijn coach en mijn trainer die hebben ervoor gezorgd dat ik gewoon weer één met mijn board was. Mm-hmm. Waardoor ik me heel zelfverzekerd. Wat je zegt, maar de laatste keer dat je bij ons zat, hebben we nog een foto laten zien van je nekwervel en de schroef die daar in gedraaid is, zal ik maar zeggen, om alles op zijn plek te houden. En dan maak je nog een reusachtig geval op je nek, volgens mij. Ja, klopt. Alles waarvan wij denken, doe het niet en alsjeblieft niet. Wel. Ja, klopt inderdaad. Ja, mijn Paralympische arts zei van, laten we het zo zien. Je nek doet het. Die gaat niet meer kapot en die heeft het gehouden. Mm-hmm. En als ik met een normale nek zo was gevallen, had ik ook wat spierpijn in mijn nek gehad. En dat was het. Mm-hmm. En bij onze sport komt het nou eenmaal voor dat je valt en weer opstaat en gewoon door moet. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan. Jeroen, heb jij gaan kijken naar Bibian? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, met alle skiers kijken we dan gewoon naar de snowboarders. En zij hebben ook naar ons gekeken. Dus wedstrijden zijn zeg maar op andere dagen. Dus we kunnen gewoon op onze rustdag met Team NL gaan kijken. En dan sta je beneden. Je kan aanmoedigen, kan niet, hè? Je staat gewoon te wachten tot iemand langzaam zeker je kant op komt, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Maar je hoort ze wel gillen, hoor. Hoor je ze gillen? Ja, zeker weten. Ja, tuurlijk. Ja, heel oranje vak ook.